Goedemiddag Joost. Goedemiddag. Mr. Dijkpop. Alsjeblieft. Zo voelt dat niet. Echt niet. We doen het met z'n allen. Ja? Ja, al jaren, al 35 jaar lang doen we het met z'n allen. De Wall of Fame? De Wall of Fame. Ja, nou ja, hij is eigenlijk te klein, dat ene muurtje. Ik liep met hem mee naar het podium. Ja? En hij liep voor me. En hij was een beetje in de olie van allerlei soorten middelen. En hij liep een beetje te zwalken. En, maar het was een hele tour naar het podium toe. Het was een metertje of 400, denk ik, of zo. En op het moment dat hij achter op het podium stond en het doek openging, liep hij wel kaasrecht naar zijn piano toe en gaf hij een show van je welste. Ja? I just can't wait. Saturday night. Ja, dat mijn schoonzus overleed en dat we op donderdag een uitvaart hadden en op de zaterdag ging de tent los en stond Bert Hart op het podium. Dus dat ging echt, dat jaar ging alle kanten op qua emoties. Wat je vrouw net vertelt, dat is eigenlijk echt een voorbeeld van de show must go on. Hè, dan. Want ja, dan moet je ook door, ook al is je schoonzus dan overleden. Hè? Die zou niet anders willen. Zij overleed net vlak voor het festival eigenlijk. Ja, een week ervoor of zo was het, geloof ik. Ja. Ja. En toen was de uitvaart in de tent. Toen was de uitvaart donderdag voor Dijkpop in de tent. Ja. Dat was bijna al een festival op zich. Dat was een hele organisatie, maar dat ging gewoon. Ja. En het moest gewoon, klaar. Brandnetels, hè, met korte broek. Oh, sorry. Wat een rust, hè, Joost. Lekker, hè? Ja. Ik hoor de vogeltjes fluiten. Wacht maar. Hoe is dat zo, om dat nu te zien, zonder dat er iets staat? Kaal. Ja, hè? Ja, heel kaal. Kaal en maar wel stil. Mooi. Ja. Ik vind het wel mooi. Heb je ook wel eens slecht weer gehad? Ja, een aantal keren, ja. Wat gebeurt er dan met dit veld? Dat wordt drassig. In 2013 hadden we een drassig jaar. Maar we waren evengoed uitverkocht. En wat er nog meer uitverkocht was, was de laarzen hier in de grote omtrek. Oh, ja. En wat voor band trad er toen op? Triggerfinger. Oh. Die hadden net dat hitje, I will follow. Oh ja. En dat is ook wel een mooie anekdote natuurlijk. Triggerfinger is best wel een ruige band is dat. En daar hou ik persoonlijk ook van. Maar heel veel mensen kwamen voor dat hitje en die speelden ze als laatste. Oh ja. Express waarschijnlijk. Heel rustig. Ja. Maar heel veel mensen liepen ook weer weg. Want ja, is dit Triggerfinger zo hard, weet je wel. En voor heel veel mensen is het ook een reunie, hè, Dijkpop? Ja. Heel veel mensen uit het land komen hier naartoe dat ze hier gewoond hebben, gewerkt hebben of op school gezeten hebben of zo. Ja. Die komen naar de avond van de wijk en naar Dijkpop. Wanneer is voor jou een festival geslaagd, een editie? Als ik allemaal blije mensen op het terrein zie. Ja? Ja, dan is het geslaagd. Als mensen een mooie dag hebben gehad, dan is het geslaagd.